Afrika, Afrika, Afrika minha, Afrika nossa. Afrika, Afrika. Wat ben je nou doen, Wim? Ik ga hier eentje wandelen. Kijken of ik daar een geocache kan vinden. Je hebt een speciaal apparaat voorbij? Ja, een speciaal GPS-apparaat. En dan heb ik hem thuis ingevoerd. Ja. En dan kan ik zo zien hoe ver dat hij nog weg ligt, zeg maar. En in welke richting. Want we lopen nou bij de Noordzee. Ja, ik denk dat dit de Atlantische Oceaan is of zo. We zijn een eind verdwaald af van huis, dus we weten niet waar we zitten. Nee. Alleen we weten nog niet hoe we terug moeten. Want wat is de lengte, breedte, hoogte, hoe noemt het zoiets? Ja, die coördinaten, ja, dat weet ik niet. Noord, hoe heet het? Noord. Want we zitten op een eiland, hè? Ja, we zitten op een eiland. We zijn aangespoeld op een eiland. Kun je ongeveer zeggen welk eiland, Wim? Ja, Kaap Verdi of zoiets, geloof ik. Want het eiland is Sal. Sal. En dan zeggen ze hier het zal wel. Zal wel. Het zal wel. Ja, we hebben best wel hoge golven. Ja, hele hoge golven. Ja. En die wordt in de loop der dag steeds hoger, Wim, hè? Ja. Van de week waren ze nog hoger hier. En hoe ver moeten we nog, Wim, denk je? 1,7. Bijna 1800 meter, zeg maar. 1800 meter omhoog of? Nee, gewoon recht vooruit. Seu Jacques Larian, consciência já desanuviou. Já chegou a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma a dor, para viver na página progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, manhã África dá ser feliz um dia. África, 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 África minha, África nossa. África, 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 berço de mundo, continente fecundo. Dikentek Senegal kavermane soreul, sumuye bone nyari reu ye benele. We drinken, Wim, want het is een hele tour, hè? Heel aan het lopen. Want hoe ver zijn we nu? Ja, we hebben nu al 2 kilometer gelopen, maar dan nog 1 kilometer. Maar je moet wel goed voor je vocht zorgen natuurlijk, want je zweet nog wel een beetje hier. Want waar is een geocache eigenlijk? Kun je er iets over vertellen? Ja, dat is een ding die hebben mensen neergelegd. En dan zie je, het hoofdzakelijk gaat het over de omgeving, zeg maar. Dan vertellen ze een verhaaltje over de omgeving. Er staat een heel verhaaltje in. Dus kun je op internet opzoeken en dan hebben ze daar iets verstopt. Het kan zo'n oud filmrolletje zijn van vroeger, waar die rolletjes in zaten, zo'n kokertje. Dat is mooi waterdicht. Dan doen ze dan een papiertje in, dan noemen ze een logrolletje. Dan kun je je naam opschrijven. Als je hem gevonden hebt, leg je hem netjes terug. Zorgen dat andere mensen het niet zien. Ja, dat lukt niet altijd. En dan kun je hem thuis op de computer kun je er ook weer ingeven. Dan kan degene zien die het hem gelegd hebt, waar jij geweest bent. En het is een soort schatgraven? Ja, een soort schatzoeken, zeg maar. Het is puur vermaak? Ja, 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 je ziet wat meer andere dingen van de omgeving zie je. En gebeurt dat heel vaak in Nederland? Ja, er liggen er miljoenen over heel de wereld in. Je kunt op de gekste plekken niet kijken. Soms heb je een duikuitrusting nodig. Soms heb je klimspullen nodig om een berg op te klimmen. Of in een boom te klimmen. Het ligt een bestaand iets dus? Ja. Er is iemand mee begonnen en dat is steeds verder uitgebreid. En nu zitten we op Santa Maria en nu gaan we. Nee, ja, we zitten nog niet op Santa Maria. Ja. We zitten nu op. We zijn net Sal, hè? Sal wel. Sal wel. En. Ja, hier liggen er een paar, zeg maar. Oké. Okay. Nou, gaan we kijken. Dus dan gaan we eens even kijken wat we ze gevonden kunnen krijgen. Afrika, Afrika, Afrika. Jamanga yellow, de Jamanga ifana. En Wim? Hier ligt hij wel. Ja, ik had voor de zekerheid even gekeken. Hè. Je weet het maar nooit hier bij die Afrikaan. Afrika, Afrika, Afrika. Nou, ga je verder zoeken, Wim? Ja, nou
nog ook, maar ik ben in die toren geweest en dan ligt hij niet. Want de overloop is weg daar, dus ik denk dat ik toch naar die andere toren moet. Dat die daar zal liggen. Maar het kan pas, geef ook nog wel 350 meter die kant op. Dus ja, dan heb ik een klein vermoeding dat hij daar moet liggen. Dus. Anders zou ik het ook niet weten. Nog een hele beklimming. Dus ik ga maar eens kijken daar. Tot zo. Afrika don ben reel, ndax modi suñu ya. Afrika, Afrika, Afrika. Nou, we zijn toch wel een paar uur onderweg, Wim. Ja, we zijn toch. Ons flesje water is bijna leeg. Ja, bijna leeg, bijna leeg. Maar ja, je moet niet alles in één keer opdrinken. Je moet er wel rustig aan over doen. Want u weet hoe ver we nog terug moeten. Afrika, Afrika. Logboekje, kun je je naam inschrijven. En het zijn trackables. Dat zijn dingen van mensen. En die willen dan hebben dat dat ding natuurlijk de hele wereld heen gaat. Dat is een persoonlijk iets, zeg maar. Ja, ja, ja. Wij hebben er ook eentje. Die is ook, weet ik het, waar dat die ergens. Ah, hij was nu in België. Die is ook al in Zwitserland er geweest. Dus die neem ik mee. En hoe ga je die. Die moet je meenemen en die ga je dan weer. Die moet ik thuis weer invoeren op de computer. Dat ik die hier vandaan meegenomen heb, dat ik ze weer meeneem, zeg maar. Hier dat boekje even invullen en dan schrijf ik de datum op 24/10/2014 en dan schrijf ik ook op 2 TB's oud. Is de kans groot dat zoiets weg wordt gegooid door iemand? Ja, het kan ook weggehaald worden natuurlijk. Nou, even kijken, kijk wat daar komen links van mensen aan. Ja. Dan weten we niet meer dat wij aan het doen zijn hier natuurlijk. Dus als die gaan zoeken hier en hier erop. Ja, het staat hier ook, hè. KOKS game. Het is een game. Dus het is een spel. Hè. En als je het op mensen uitlegt, dan zeg je gewoon, we zijn een soort padvinders opdracht. Ja, want dit vinden ze zomaar niet. Ja, je moet echt gaan zoeken dan. Ja, je moet echt. Je moet goed verstoppen, zeg maar. Ja, moet het valt zo niet op, hè? Zo van wildvreemden valt het niet op. Die snappen niet waar dat hier gaande is. Nou, is toch leuk dat je het gevonden hebt. Voor hetzelfde geld vinden we niks, hè? Hetzelfde geld had hij weg geweest. Doe ik hem hier gelijk een logpoging, zeg maar. Dan zeg ik gevonden, gereed. En wordt dat dan gezien door de rest van de wereld? Nee, die wordt nog niet gezien, maar dit is voor mijn administratie. Dat kan ik thuis zien. Anders als ik nu weer indruk naar een geocache, dan kan die zijn dat hij weer naar deze stuurt. En dat is niet fijn natuurlijk. Ja, bedankt voor het meekijken. En er is een hele website van, geocaching.com. En dan kun je zelf op de computer meekijken en dan kun je zelf een account aanmaken en dan kun je zelf dit ook gaan doen. Koop je zo'n GPS-apparaatje of je kan het op je telefoon ook. Ook telefoon met een app? Ja, dan kun je een app op je telefoon zetten en dan kun je zo meezoeken. Er zit een app, dan kun je een kompasje invoeren op je telefoon en dan kun je zo zeggen, nou kun je via dat kompasje lopen. Oké, Wim, bedankt voor de uitleg. Goed. En tot de volgende keer. Graag gedaan. Zuid-Afrika, volgens mij. We zijn nu in Zuid-Afrika. Nee, dan gaan we naar Zuid-Afrika. Afrika, Afrika, Afrika. Yamanga yelo, yamanga yepana. Camera en geluid, Dreetje, regie, Mark en natuurlijk acteur Wim. Hey jongens, bedankt hè. Hey, hallo. Afrika, 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 Afrika.